wat artiesten de revue zien passeren. Maar ik vraag nu echt uw bijzondere aandacht voor deze artiest. Want herkent u hem? Dames en heren, ik wil toch wel even zeggen hoe fantastisch ik het vind om hier in Valkenburg te staan. Dames en heren, hartelijk welkom bij de heer Dolf Brouwers. Vandaag hier alreeds aanwezig. Ik ben gevraagd om u speciale aandacht te vragen voor een groep. Het is helaas niet mijn lof, maar het zijn wel twee leuke meiden. Ik vraag uw aandacht voor Maywood. Reed. Maywood, hartstikke bedankt. En voor jullie natuurlijk ook een heel gelukkig nieuwjaar. En zeker ook een succesvol jaar. En ja, gelukkig nieuwjaar. We zullen het nog 100.000, misschien wel 10.000 keer deze maand blijven zeggen tegen iedereen. Maar ik heb het al gezegd tegen de man die naast mij zit, Herman Smeets. U heeft hem net al even kunnen zien in de imitatie van Chef van Oekel. Maar Herman, je hebt er ongetwijfeld nog een aantal bij je. Jazeker, jazeker. Want als ik dit baardje bekijk, zet het eens op. Zou jij dan voor mij de volgende artiest willen aankondigen? Ja, dames en heren, dat wil ik natuurlijk graag doen. En als rechtgeaarde Limburger ben ik heel erg blij dat ik ook in deze Hollandse nieuwjaarsshow word opgenomen. En een aankondiging die mij bijzonder veel genoegen doet. Want als ik aan haar denk, dan denk ik aan een sterrenbeeld met twee fantastische satellieten er rondomheen. Ja. U weet natuurlijk allemaal waar ik het over heb. Het is de wonderenwereld van Vanessa. In de gemeentegrotten, die kunnen er wat van. Maar hier kunnen we er ook wat van, want we gaan gewoon door met het programma. Herman? Ja? Welke bekende Nederlander heb jij nog meer meegenomen? Ja, dat is een wielrenner van allure, een Amsterdammer, en hier is hij voor u. Ja, dat petje, dat moet natuurlijk op, hè? Ja, dames en heren, ook om hier even in deze zaal te zijn is voor mij hartstikke leuk. En ik ben er ook gigantisch blij mee. Ja, jongens. En ook voor de mensen thuis, ik vind het hartstikke leuk dat hij nog allemaal zo spontaan reageert. Het is voor mij een hartstikke groot genoegen en ook een hele bijzondere eer om een stadgenoot van mij, een echte Amsterdammer, aan te kondigen. Het is een zanger met een geweldige stem. Hij gooit de zalen overal hartstikke plat, dames en heren. Hij is net zo goed in zingen als ik in het wielrennen. Alleen hij valt niet, ik wel. Hier is hij, dames en heren, André Hazes. Je nummer stond niet in het telefoonboek. Het adres wat jij me gaf, dat was niet echt. Zie maar hoe dat nou bij Pim Jacobs gaat in het casino. Daar ben ik zeer nieuwsgierig naar. Pim, heb jij iemand bij de microfoon en wie gaan wij zien bij jou in het casino? Over naar Pim Jacobs. Wel, Fred. Hier in het casino rolt dat balletje alweer zoals het rollen moet. En... Ja, goedemorgen meneer Jacobs. Ik wil toch wel even zeggen dat ik ontzettend blij ben met het nieuwe jaar. Want het is namelijk nog een uur oud en ik heb 1000 gulden gewonnen. En daar ben ik natuurlijk heel erg blij mee, want dan kan ik eindelijk twee nieuwe zetels kopen voor in de kamer. Ja. Nou meneer Koekoek, hartelijk gefeliciteerd. Gelukkig nieuwjaar. 1000 gulden binnen, zo gaat dat mooi, hier op de vroege ochtend. En ik ga u een volgende artieste aankondigen, dames. De eerste maal daar bij jou gaat. Ja, nou, je hoort het, Fred, maar misschien kunnen wij het democratisch vaststellen door het even te vragen. Jongens, waar is de meeste sfeer? Daar of hier?
Ik zou het er maar op houden dat het overal een goede sfeer is en dat iedereen evenveel plezier heeft op zijn eigen manier. En wij zijn aan het laatste optreden gekomen hier vanuit de gemeentegrot. Die ruimte aangelegd ooit door... Pardon? Wie bent u? Ja, dat weet ik toch ook wel dat ik Henk Pelleboer ben, maar het is zo'n droge zomer geweest van het jaar. Kom ik u een glaasje water brengen? Ja. Oh, dat vind ik heel aardig van u, meneer Pelleboer. Proost op het nieuwe jaar. Maar wat komt u precies verder doen? Nou ja, dat is natuurlijk toch wel nodig dat ik wel even gaan vertellen over het weer in het komende jaar. Nou, dat verwachten we toch alweer regen, donder en de rest van het hele troep wat naar beneden zal donderen. Maar één ding is zeker voor het komende jaar, dat is als het regent in mei, is april voorbij. Ja. Nou, we zijn heel erg blij met deze voorspellingen, meneer Pelleboer. Erg leuk dat u hier was. Eén vraag nog. Kent u Roberto Giacchetti in de scooters? Jazeker, want ik heb vroeger jaren op het scooter gereden, ja. Maar ik denk niet dat hij zo ontzettend swingde als deze. Roberto Giacchetti en de scooters tot slot. En maak er wat van in 85. Proost! De stem die u nu gaat horen, is dat de stem van Griet Titulaar, ja of nee? Als wij naar boven kijken, zien we sterren aan de hemel staan. Ditzelfde verschijnsel deed zich voor in het oude Egypte, dames en heren. Vandaag maken we zelfs mee dat in deze 1, 2, 3-show sterren tevoorschijn komen. Het is een wondere wereld. En ben ik het nu... Is het echt of is het een imitatie? Steekt u de bordjes maar op. Alle drie zegt u imitatie en ja, u bent er erg goed in. Hij ook, maar het is een imitatie. Kijk maar. Herman Smeets. Ja, Herman, je doet het perfect, maar mensen luisteren natuurlijk heel scherp toe. En er staat ook veel op het spel. Je kunt nog, wie doe je? Eén moeten we horen van je. Hoe heet je ook weer? Ja, doe maar. Ja, hoort u eens even, meneer De Braak. U wilt natuurlijk Dolph Brouwers, maar dat kan niet. Want ik ben momenteel werkzaam bij de VARA aan de telefoon, begrijp je wel? Potdomme! Leuk, maar helaas, niet. Dolph, dankjewel. Dolph Brouwers. Nog even gedaan door Herman Smeets, een nieuwe imitator van het firmament. Is dit de stem van Willy Walden, ja of nee?